goede lockdown, ja. Alles 3 weken plat, zou heel goed zijn. Absoluut. Heeft u geen dingen gepland nou, die dat niet door zouden kunnen gaan? Ja, maar die heeft gecanceld. Oké, die heeft u al van tevoren al gecanceld? Ik heb het kerstdiner al gecanceld naar de familie. Voor welke maatregel bent u het meest bang? Ik ben niet zo bang van maatregelen. Nee? Nee. Oké. Ze moeten er gewoon komen. Dat de horeca dicht gaat. Ja? Ja, ja, want ik denk dat het voor beide partijen niet voordelig is. Zowel voor de horecaondernemers als voor de mensen die af en toe op het terras willen zitten. De avondklok. Dan gaan we wel weer wegkwijnen in onze eigen huiskamertjes. Iedereen is jarig binnenkort. We hebben allemaal gezellige dingen. Ik hoop dat de voetbal gewoon open kan blijven. En dat we lekker kunnen blijven sporten en dat ik kan blijven handballen. Vooral met kerst. Dan wil je natuurlijk allemaal met elkaar willen zijn. En dan lukt dat niet. Dus dat zou ik wel heel erg vinden als het nou niet meer kan. Het OMT heeft zich uitgesproken. Mm-hmm. Zij adviseren om de scholen open te houden. Wat vinden we daarvan? Wel jammer. Jammer? Ik hoop de 2 weken extra kerstvakantie, daar zegt natuurlijk niemand nee tegen. Ik vind het wel goed dat de scholen open blijven, want dan blijf je gewoon bezig met leren en thuis doe je eigenlijk niet zo heel veel. Ja, dat is toch een stuk politiek correcter dan jij eigenlijk, hè? Ja. Hoe erg is dat om online lessen te krijgen? Ik vind het moeilijker om te leren en ook concentreren vooral. Mensen moeten natuurlijk gewoon bij hun studie blijven en zo. En gewoon, kinderen moeten gewoon naar school gaan. Hey, hebben jullie nog dingen gepland staan de komende weken die misschien niet door kunnen gaan? Nee, eigenlijk niet. Nou, scheikunde toets. Oh ja. Sinterklaas, kerst met familie. Volgend weekend hebben wij met ons gezin een uitje gepland. Dus gaan we een escape room doen en hebben we een hotel geboekt. Oké. De vraag is, kunnen we nog ergens eten dan? Ja, met kerst gaan we op vakantie. Oh jee. Wel in Nederland met de familie. Oké, in Nederland. Dus, maar moeder zit daar heel goed op te wachten. Dus ik hoop wel dat het door kan gaan, ook voor haar en voor de rest van de familie. Goede lockdown, ja. Alles 3 weken plat. Zou heel goed zijn. Absoluut. Heeft u geen dingen gepland nou, die dat niet door zouden kunnen gaan? Ja, maar die heeft gecanceld. Oké, die heeft u al van tevoren al gecanceld? Ik heb het kerstdiner al gecanceld naar de familie. Vader is 93, ik kan het niet over mijn hart verkrijgen dat ik hem, ondanks dat hij de boosterprik gaat krijgen volgende week, dat ik hem toch zou kunnen besmetten. Dus dat risico wil ik niet lopen. Mijn voorstel is dat wij ons gewoon aan de regels houden. Want ik denk dat als we het samen met z'n allen gewoon op de juiste manier doen, dat de maatregelen ook sneller van tafel gaan en dat we verder kunnen met ons leven. Je zou zo bij het OMT kunnen. Ja. Nou, ze hebben mij nog niet gevraagd. Er komt een plekje vrij. Ja. Kom, het gaat weg. Dus, gaat hij weg? Ja, zeker. Ja, dus, ze hebben mij nog niet gevraagd, nee.